Ja, ik ben Luttig van den Hoven. Ik ben kersvers Vlaams parlementslid voor de SPA, voor de socialisten. Ik ben zeker niet nieuw in de politiek, integendeel. Ik heb zo ongeveer alles gedaan wat je in de politiek kunt doen. Alleen het Vlaams parlement had ik nog niet gedaan. Dus niet nieuw in de politiek, maar wel nieuw als Vlaams parlementslid. En mijn bedoeling is echt dat ik hier toch wel een aantal thema's ga opvolgen die mij nou aan het hart liggen. Dus werken in het parlement, maar zoals ik altijd gedaan heb als verkozen politicus, ook buiten het parlement dingen opnemen bij de bevolking, oprapen en ze hier proberen te vertalen. Waarom heeft u deelgenomen aan de verkiezingen? Ja, omdat ik al zo lang aan de verkiezingen deelneem. Dus ik bedoel, en ik was tot eind vorig jaar was ik gedeputeerde. En dan is de SPA eigenlijk uit de deputatie gevlogen. En vandaar dat ik nu kandidaat was voor het Vlaams parlement. Enfin, ik ben ervoor al lid geweest van het federaal parlement, zowel Kamer als Senaat. Maar vermits ik bevoegdheden had in de deputatie die eigenlijk Vlaams zijn, hoofdzakelijk milieu, klimaat, natuur, dierenwelzijn, gemeente, vond ik het opportun om eerder te kandidateren voor het Vlaams parlement dan voor het federaal parlement. En inderdaad, ik ben de partij dankbaar dat ik die tweede plaats gekregen heb. Hoe is de avond van de verkiezingen verlopen? Eigenlijk heel rustig. Ik heb thuis gewoon afgewacht in de zetel. Dat had te maken met het feit dat de uitslagen van de kantons waar ik het beste score, onder andere mijn eigen kanton Sint-Truiden, maar ook het kanton Borgloon, dat die eigenlijk Tongeren ook, dat die heel lang achterbleven, zodanig dat ik op een bepaald ogenblik een merkelijke achterstand had op de andere kandidaten. Nu, ik was er wel vrij gerust in dat ik uiteindelijk zou ophalen, maar goed, het is toch altijd beter als je aan de kop staat dan dat je er niet aan staat. En dan heb ik eigenlijk gewacht tot ik een telefoon kreeg van mijn vrienden eigenlijk in de zaal. Die zeiden van, ja, je bent nu verkozen, zelfs al komen er geen stemmen meer bij. Met de kopstemmen ben je verkozen, maar uiteindelijk is alles goed gekomen. Ik had dan tweede meeste aantal stemmen als alle stemmen geteld waren. Bent u tevreden met het resultaat? Ja, ik ben heel tevreden met het resultaat. Een beetje minder van de partij natuurlijk, Vlaams. Maar zeker en vast over de uitslag van mijzelf en ook over de uitslag bij ons in Sint-Truiden. Dus wij zijn altijd een van de sterkste kantons in Vlaanderen, maar nu zijn we zelfs het sterkste kanton, het meest rode kanton in Vlaanderen, het kanton Sint-Truiden. En ook eigenlijk in de stad Sint-Truiden hebben we het heel goed gedaan. Zowel qua voorkeurstemmen voor mezelf als voor de partij. Dus dat geeft natuurlijk ook hoop voor de toekomst. Dat is dan niet meer voor mij, maar dat is dan wel voor de jongere kandidaten, die het trouwens ook allemaal goed gedaan hebben op de lijsten. Ik denk alleen dat we moeten ons goed bezinnen met de partij, een goede analyse maken, niet alleen een kwantitatieve analyse met cijfers, maar ook een kwalitatieve analyse. En ja, dan zal dat wel uiteraard openlijk goed komen. Maar het zal alleszins niet simpel zijn, dus ik zou ook... Alleen mijn oproep is altijd, laten we iedereen aan boord houden, of het nu jong of oud is, tussen aanhalingstekens. Dat is denk ik de enige kans om deze toch wel heel zwarte bladzijde uit onze geschiedenis te kunnen omdraaien. Wat zijn uw verwachtingen over uw nieuwe functie? Ja, het is natuurlijk iets rustiger hier dan in de parlementen waar ik in gezeten heb. Dus voor mij zal dat vooral een stuk aanpassen zijn, omdat ik zelf nogal een temperament heb. Sint-Truiden ligt dicht bij Wallonië, dus ik catalogeer me eerder onder dat temperament dan het echte Vlaamse temperament. Maar goed, dat is aanpassen en voor de rest heb ik dat al zo dikwijls moeten doen. Ik ga vooral proberen, alleen om het in één zin te zeggen, dingen die ik oppik bij de bevolking, in de dorpsraad, bij de burger, bij de mensen, proberen hier te vertalen in het Vlaams parlement. En het gegeven is, en ik weet dat hier de regels veel strikter zijn dan hier tegenover, maar ondanks dat gaan we dat toch proberen. Zal u uw mandaat combineren met een andere job? Nee, ik heb dat nooit gedaan, dus ik ben altijd fulltime politicus geweest, ook op momenten dat niet zo simpel en niet zo evident was. En ik denk ook ik ben nog iemand die heel duidelijk voor de politiek gekozen heeft van op het begin van mijn, van toen ik afgestudeerd was. En ik denk dat misschien niet slecht zou zijn als er toch wat meer roepingen in de politiek zouden zijn. Ik denk dat nu te veel van mijn jonge collega's over de partijgrenzen heen, dat die dat eigenlijk als een job beschouwen.
En ik denk niet dat dat een goede zaak is voor een politieker. Ik denk voor een politieker moet je een roeping hebben, moet je er echt voor gaan. Dus in die zin heb ik nooit iets gecombineerd en nu ga ik dat ook niet doen. En ik heb ook geen enkel ander mandaat meer, buiten dan gemeenteraadslid en politieraadslid. Dus vandaar dat ik mij nu fulltime aan het Vlaams parlement kan wijden. Wat is de impact op uw sociale en familiale leven? Ja, eigenlijk gaat dat relatief beperkt zijn. Ik ben meer dan 30 jaar aan politiek aan het doen. Dus laten we zeggen dat... Dat we thuis, we hebben geen kinderen, dat mijn vrouw en ik perfect weten dat ik zeer vaak uit huis ben. En ondertussen zijn we 30 jaar getrouwd of zondag, dus uiteindelijk hebben we het al heel lang volgehouden. Dus het zal nu de periode van het Vlaams parlement ook nog wel overleven, neem ik aan. Maar goed, ik vind het belangrijk dat een politicus tussen de mensen is. Dus in die zin zal ik ook de komende jaren een stuk uit huis blijven om hier in het parlement te proberen zo goed mogelijk mijn werk te doen, maar vooral ook om te zorgen dat ik oppik tussen de mensen op de straat wat de mensen eigenlijk vinden wat hier moet gezegd worden. Waarop mag de kiezer u binnen 5 jaar afrekenen? De kiezer mag mij afrekenen op, laten we zeggen, op wat ik hier gedaan heb. Dus dat is natuurlijk, dat kun je uiteraard in de documenten hier bekijken, maar ook, zou zeggen, een stuk in de media, in de pers, of ze mij gezien hebben of niet. En ik neem aan dat ik nog wel hier of daar een plaats op die lijst zal hebben. Ook al is dat niet meer verkiesbaar. Ik zou zeggen, stemmen blijven in een democratie ongelooflijk belangrijk. Dus als ik dan nog op een lijst zal staan, of het dan nog bij de gemeenteraad is of het Vlaams parlement, dan zullen we kijken hoe de kiezer dat evalueert. En dat is altijd het aantal stemmen. Of men daarvoor of tegen is, maar dat hoort zo in een democratie.